Welkom bij deze live. Ik ga vandaag weer voor Joycrafts de nieuwe collectie laten zien. Dit keer een leuke kleine collectie van Noor. Met nog wat leuke extra producten erbij. Dus vandaar dat ik dat jullie vanavond weer wilde laten zien. Ik ga eerst beginnen met de artikelen te laten zien. En vervolgens gaan we even een leuke cadeaulabel maken. Zodat we toch eventjes aan de slag zijn. Ik wacht even tot de meeste mensen binnenkomen. Welkom allemaal. Nou, ik zie dat er al heel veel zijn. Al 50. Geweldig. Wat super leuk dat jullie allemaal weer de moeite hebben genomen om vanavond deze live te komen kijken. Zijn er ondertussen vragen? Stel ze gerust. Ik lees de reacties allemaal mee. Ik probeer zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden. Dus aarzel niet. Vraag gerust. Ik wil beginnen met een mooi designpapier. Van Noor, dat is de Starry Night. En dat is zoals gebruikelijk, eigenlijk wat we heel veel bij Joycrafts hebben, A4 formaat. Ik vind het echt een ideaal formaat. Ik bewaar ze ook altijd in een multimap in gewoon van die plastic insteekhoezen. En zo hou ik ze allemaal mooi op volgorde, op nummer in een multimap. Dus ja, ik vind het een perfect formaat. Dit zijn dus weer 12 vellen, 3x4 designs. En dat ga ik jullie even laten zien. Een heel mooi, ja, wat is het? Het is wat een grijs-groenig papier met mooie frisse mintkleurtjes en wit met sterren. En de achterkant, ik heb ze allemaal al even, want dit is dubbelzijdig zoals je kunt zien. Mooie houtstructuur. Nou, zoals je ziet, matcht het weer super mooi bij elkaar. Dan een heel mooi vel met allemaal ho 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 daarop. En de andere kant is een mooie sneeuwlucht met onderaan een dennenrij. Ook heel erg leuk. Dan nog een streepje in bijpassende kleuren. Dan nog een lichtere dennenrij met ook een sneeuwlucht. Ik hoop dat jullie het allemaal zo kunnen zien. Ik heb wat een andere standaard dan normaal. Dus even uitproberen of alles zo duidelijk is. Ook het geluid wil ik graag weten. Is dat goed? Want ik heb sinds vorige week een nieuwe standaard met een extra microfoontje erbij. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd of het geluid goed binnenkomt. Even een momentje. Moet ik hem er wel in doen, want anders gaat hij het niet doen. Zo. Als het goed is, moet het geluid nu beter zijn. Nou, ik ga nog even verder. Hier nog een weer zo'n grijs-groene met een stipje. En dan nog een mint met een stipje. Nou, super. Fijn dat alles duidelijk is. Dat ik goed te horen ben. Ik ben een beetje aan het experimenteren hoe het het beste kan. Ook film ik nu iets dichterbij, zodat jullie de producten wat beter kunnen zien. Dus vandaar. Dit is dus de Starry Night, de 6011-0674. En dan naast dit mooie papier zijn er ook hele leuke standjes uitgekomen. Zoals bijvoorbeeld deze, de Silent Night Winter. En dat is, je hebt een tweedelig setje. Dit is de tekst winter. En dit is een schaduwlijntje eromheen. Dus daar kun je dan weer opplakken. Ja, dat geeft gewoon een heel mooi effect. Ik heb hem hier uit het glitterkarton heb ik hem gestanst. En we hebben van Joycraft verschillende kleursetjes met glitterkarton. En het mooie van dit glitterkarton is, dit geeft niet af. Het stanst echt perfect. Maar dat geeft niet af. Dus niet je hele project zit onder de glitters of zelf niet onder de glitters. Het is echt heel mooi, mooi degelijk, ja, degelijk karton. Ook heel stevig. Dan hebben we is een nieuw uitgekomen mixed up stencil. De mixed up tape van Noor. En dat is ook een tweedelige set. En ik heb ze hier al even uitgestanst. Eerst wil ik jullie die in het wit laten zien. Dus dit is deze rechthoekige. En hier zit een mooi, ja, wat een gescheurd randje lijkt het wel. Nou, die zou je kunnen beïnkten. Je zou hem ook als maaststencil nog kunnen gebruiken. Als je aan het
Structuurpasta of met distress inkt op je kaartje aan het bewerken bent, kun je eventueel ook hiermee nog wat stipjes en wat effecten toebrengen op je stempelkaarten. En hier heb ik hem uit het shellpapier, het krijtpapier van Joycraft gestanst. En het leuke daarvan is dat je dat met zo'n schuurblokje, dat heb ik jullie wel eens vaker laten zien, maar dan kun je dit heel mooi opschuren. En doordat met het shellpapier, het krijtpapier, daar zit gewoon een witte binnenlaag in. En met het schuurblokje schuur je dus het zwarte er een beetje af, zodat het witte binnenlaagje wat naar voren komt. En dan krijg je dat hele mooie verweerde effect. En dat vind ik gewoon echt een heel leuk effect, vooral bij dit soort stansjes. En dat geeft ja, een wat een stoere uiterlijk. Zo kun je hem ook mooi op herenkaarten gebruiken, want dat vind ik altijd wel mooi, want een herenkaart wat stoerder is. Dus op deze manier kun je dat wat opschuren met schuurblakje. Het schuurblakje, ja, dat is dus deze van Joycraft. En daar zit ook weer vervangende pads zijn erbij. Ik meende dat ik het artikelnummer opgeschreven had, maar dat kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar je kunt op www.joycrafts.nl, als je daar schuurblakje invult, dan kom je deze dus wel tegen. Het is echt ideaal om deze te bewerken. Even het schuursel aan de kant. Dan is er nog een heel leuk vintage Florisjes stansje. Met een aantal, even kijken hoeveel zitten erop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschillende kleine takjes. En ik heb ze hier al even uit glitterkarton gestanst. Maar ik heb ze hier uit groen karton gestanst. En hier zou je eventueel ook weer met wit op kunnen of met een ander kleurtje. Dat je die knopjes nog even een kleurtje geeft. Je zou hem ook, zoals ik hier dat glitterkarton heb gedaan, dan kun je hem er dus op die manier kun je hem erop doen. Dan knip je dit balletje gewoon van het stansje af. Ja, het is echt een heel mooi fijn takje. Die ga ik zo meteen ga ik die ook gebruiken. Daarom heb ik hem al even naar twee verschillende kleurtjes uitgestanst. Die ga ik zo meteen op mijn label ook gebruiken. Dan is er nog een hele mooie set van Noor. Dat is de 6251599. En dat is de Angel. En dat is ook echt een heel mooi fijntjes. Ja, gewoon echt een hele fijne stansmal. Zoals je wel kunt zien, kun je gewoon echt hele leuke doilies van maken. En kadertjes voor om je fotootjes, om je plaatjes heen. Is gewoon echt heel fijntjes. Ik zal hem nog even iets omhoog houden. En hier nog een kleintje. Dus in één zo'n set dan heb je dus vijf verschillende stansmalletjes. Maar vergeet ook niet wat eruit komt. Want als je ze stanst, dat zal ik er nog even bij pakken. Als je ze stanst, dan valt er dus uit deze grote stans valt een heel mooi rondje uit. Dus die kun je ook weer gebruiken voor designpapier of als mat achter je plaatje. Noem maar op. Uit deze, daar komt dus dit cirkeltje weer uit. En deze, daar valt een heel mooi radertje. Valt daar weer uit. En ook die negatieven, die kun je ook weer prachtig gebruiken voor, nou ja, in je plaatjes bijvoorbeeld. Daarmee kun je plaatjes, als je hier een plaatje hebt of je doet dit op een designpapier en doet er een leuke tekststempel in. En dan kan je hem zelf op deze manier kun je hem zo weer inleggen. Dat is gewoon echt een heel leuk setje. Uit die kleine bewerkte, daar komt zo'n heel klein, ja, soort bloempatroon komt eruit. En uit de allerkleinste, daar komt een heel klein geschulpt rondje uit. Maar het zijn toch dingetjes dat je toch wel weer kunt gebruiken. En daarom bewaar ik dat eigenlijk altijd. En als je het uit verschillende kleurtjes stanst, dan kun je dat weer onderling combineren. Ja, ik lees net Anke zelf van je kunt er ook heel makkelijk schutkaartjes mee maken. Ook dat kun je er heel mooi mee maken. Dus het is echt een heel veelzijdig stencil. Ik ga er zo meteen ga ik ook met dit stencil aan de slag. Bij dit stencil is ook nog een heel mooie noorrand. Ja, ook dezelfde naam, Angel.
En ja, zoals je wel kunt zien, ik haal hem even omhoog met de camera. Gewoon echt heel fijn gedetailleerd stansje. Ook die kleine hartjes zitten hier weer in. Dat kun je hier ook zien. Het zijn gewoon echt allemaal hele kleine mini hartjes die hier weer in dat randje zitten. Dat is gewoon echt heel leuk. Dan is er nog nieuw uitgekomen in de vorige collectie al, maar dat had ik jullie nog niet laten zien. En dat is spiegelkarton, embossing, dus geëmbost spiegelkarton. En dat is ontzettend leuk om cadeaudoosjes mee te maken. Ik ben hier, ik heb alleen een doosje gemaakt. Moet hem nog even pimpen met een paar, nou ja, leuke labeltje eraan en een paar mooie bloemetjes erop. Maar met dit Polybeza stencil 65007 heb ik dus ogen getrokken op de achterzijde van dit spiegelkarton. En vervolgens uitgeknipt en in elkaar gezet. Nou, zo maak je gewoon echt de leukste, chicste cadeautjes. En we hebben meer van deze doosje mallen hebben we in de collectie. Maar ik vond dit ook wel een hele leuke hiervoor. Ik ga jullie het spiegelkarton even laten zien. Zitten dus 10 vellen A4, dat is 220 grams in 10 verschillende kleuren. Nou, hier is een roze. Ik zal even wachten tot het goed in zicht is, want het glittert behoorlijk. Oh ja, ik zie dat jullie het allemaal wel goed kunnen zien. Mooi met een ruitje erin, of een vierkantje erin. En hier is meer een ruitje erin. En in dat ruitje zit ook weer een ovaaltje. Echt heel mooi fijn bewerkt. Ik vind het ook een heel chic papiertje voor doosjes. Dan is er nog eentje met, ja, wat is het? Een soort mozaïek in het paars. Deze vind ik ook heel erg leuk. Ja, zo zou je bijvoorbeeld ook heel leuk de kerstcadeautjes in kunnen pakken. Met ook vierkantje en daar weer een vierkantje in zit. Ik zie dat het wel goed te zien is op de camera, dus gelukkig maar. Dit is nog eentje met streepjes. Maar zoals je ziet ook weer het heel fijn gedetailleerde embossing erin. En dit is ja, met een soort, ja, het lijkt wel een houtstructuurwerkje erin. Ja, de achterkant is wit. De achterkant is wit. Deze had ik al laten zien. Dan deze, die vind ik ook prachtig. Dit is een met bloemetjes erop. Lijken wel margrietjes. Ik hoop dat het goed te zien is. Ik draai hem even voorzichtig, dat het niet te veel schittert. Dat is gewoon echt een hele chique. Nou, hier ben ik al even uit aan het stansen, want het stanst ook perfect, dit geëmbossing karton. Ga ik jullie het zo meteen ook laten zien. Want hier heb ik dus die gedetailleerde stans van Noor, die Angel heb ik daaruit gestanst. En dat stans gewoon hartstikke goed. Echt heel mooi spiegelkarton. En dat is de 8011-0120. Dus echt super mooi te gebruiken voor diverse mogelijkheden. Dan kreeg ik in de vorige live kreeg ik een vraagje van iemand. Maar toen had ik deze stansjes laten zien van het alfabet, de 6251-59. En toen kreeg ik een vraag van iemand van hoe ruim je de overgebleven letters op? Ja, vaak als ik iets stans, dan laat ik het erin zitten en dan ja, haal ik er pas uit welke ik nodig heb. Maar ja, je houdt iedere keer, hou je natuurlijk weer lettertjes over. En ja, als je ze allemaal gestanst hebt, wil je het niet weggooien. Nu heb ik even gekeken wat we daarvoor hebben. We hebben hier bij Joycrafts hebben we deze storage box. En dat is 6200-0077. En daar heb ik dus mijn lettertjes per twee ingedaan. Dus de A en de B bij elkaar, de C en de D bij elkaar. Nou, die heb ik net gebruikt. De E en de F, nou, de G en de H bij elkaar. En zo ja, wil ik ze gewoon allemaal bij elkaar houden. En dan hoef je alleen maar, nou ja, je weet welke letters erin kunnen. Je zou eventueel ook nog even een klein labeltje erin kunnen maken met, nou ja, bijvoorbeeld hier AB. Nou, en dan hier CD. En op die manier ja, kun je die letters mooi bewaren. En hier zou ook nog ruimte zijn voor de cijfers erbij. Dat is wel een hele mooie stevige bak. Je zou hem eventueel ook op kunnen hangen. Er zit nog een labeltje aan de zijkant.
En dat is de 6200-077. Nou, ik kreeg dus die vraag van wat is daarvoor, waar zou je dat op kunnen ruimen? Nou, dan zou echt gewoon deze bak daar super mooi voor zijn. En dan wilde ik jullie nog wat dingetjes laten zien, nu we toch bij het opruimen zijn. Heel veel mensen kennen ze misschien al wel, maar ik wil ze toch even een keertje laten zien nog. We hebben namelijk een opbergbox, een kunststof opbergbox van Joycrafts. Dat is de 6200-070. En daarmee kun je dus heel gemakkelijk, nou, dit is dan mijn box, die is momenteel heb ik ze even leeg gemaakt. Daar zitten dus allemaal van die magneetvellen in, waar je dus je stansjes op kunt doen. En op deze manier kunt bewaren. Er zijn ook mensen die doen ze gewoon in een mandje en die zetten ze allemaal wel rechtop. Maar als je ergens naartoe wilt gaan, naar een vriendin te scrappen of ergens anders heen, dan is het echt ideaal om het in zo'n opbergbox te doen. Zo'n opbergbox wordt geleverd met drie magneetmatten erbij. En dan zijn ze nog aan te vullen met deze. Dat zijn, nou ja, dit zijn de hervulling van, of aanvulling. Dat zijn drie magnetische matten. En dat is de 6200-071. Dus die zijn dus voor de magnetische stansen. Daarnaast hebben we ook nog van die platen, die dus ook in dat koffertje passen, voor clear stamps. En dat zijn gewoon doorzichtige plaatjes, waar je dus heel leuk je clear stamps op kunt gebruiken. En zo heb je ze altijd bij elkaar. En die kun je ook zo in dat mandje doen, of in die koffer doen. Nou, omdat we toch over het opbergen hadden, dacht ik van, ja, laat ik het jullie even zien. Kan het ook op een magneetvel? Ja, ik denk het wel, maar ik vind het gewoon fijner dat je er ook doorheen kunt zien om dit dan op een kleervel te doen. En die zijn ook wat dunner, dus dan kun je ook wat meer houden. Ja, dat is gewoon echt super handig, die stempels. En dan kun je gewoon aan de andere kant, kijk, als je hem op zo'n magneetvel plakt, dan kun je aan de andere kant de tekst niet lezen. En nu ik hem zo hier op, dan kun je gewoon de tekst er nog doorheen lezen. En anders moet je alles in het spiegelbeeld lezen. En dit, ja, op plastic plakt het net zoals op je stempelblok, plakt het gewoon veel beter. Ik weet niet of het hierop houdt. Ik heb dat ook nog nooit, nog niet uitgeprobeerd. Maar het is echt super handig voor de stempels. Die leg ik weer even aan de kant. En dan gaan we denk ik maar aan de slag met de label. Ik heb al wat dingetjes voorgestanst of voorgestanst en voorgesneden. Oh ja, de letters. Ja, de letters die kun je ook. Ik zal wel even zo'n magneetmaatje pakken. Annemieke vraagt of de letters ook op een magneetmat passen. Nou, ik pak even een magneetmat. En dan pak ik de letters. Deze zitten aan elkaar door middel van die kleine tussenstukjes. Vind je dat niet handig? Ik hou ze mooi aan elkaar, want dan raak ik ook geen letters kwijt. Vind je het niet handig, zou je ze eventueel los kunnen knippen of per strookje los kunnen maken. Nou kijk, ze zitten gewoon echt perfect erop. Ook voor kleine stansjes, dan raak je ze gewoon niet kwijt. Is echt ideaal op je magneetplaten. Ja, ze zijn echt heel handig, die magneetplaten. Het is vooral ja, als je een keer met een vriendin gaat scrappen en je hebt een aantal stansjes die je mee wilt nemen. Doe het in het koffertje, heb je alles bij elkaar en raak je ook niks kwijt. Ik zal ondertussen even een slokje water nemen.
Ja hoor, de letters die kunnen gewoon ik lees nu de reactie van Mirjam, de letters kunnen gewoon op magneetvel. Dat is allemaal, alle ijzeren standsmalletjes kun je op die magneetmatten opruimen. Ik heb hier ik maak vanavond een label. Dat heb ik aan de hand van een kant-en-klare label van Joy heb ik die gemaakt. Dus 8089-0105. En die heb ik dus overgetrokken op designpapier. En die ga ik als basis gebruiken voor mijn kaartje. Even kijken. Ik moet even mijn peperdistresser hebben. Want zoals jullie bekend is dat toch een van mijn favoriete toeltjes. Ik vind het namelijk altijd leuk om even een ruw randje te maken. Beetje een vintage look. Er zit dus een rondje met een mesje erin en er zitten allemaal kleine inkepingjes. En als je dan je papier in zo'n inkeping steekt en het mesje erbij langs schuurt, krijg je een heel mooi ruw randje aan je papier. Ik heb ook het gaatje wat hier. In het labeltje heb ik ook al even getekend. Dit is de bovenste laag, dus ik stans hem nog niet. Ik ga er nog geen gaatje in maken. Nu pak ik het dunne printable craft paper, dus de 8089-0219. Dat is 175 grams craft kaartstok is dat. Dat is echt een mooi soepel kaartstok. En die ga ik hier dus achter doen. En die plak ik hier dus gewoon op. En dan wil ik jullie even een handig toeltje laten zien. Waarmee je dus op een hele makkelijke manier een randje rondom je designpapier of rondom je plaatje kunt maken. Dus ik plak hem er gewoon op. Zo. En vervolgens gebruik ik dit potlood. Het is een tekenhulpje van Joycrash. Dat is de 6200-0024. En daar zitten dus drie van die kleine rondjes bij. Ik zal hem even omhoog houden met drie verschillende afstandsmaten. Dit is de kleinste. En dan heb je net iets groter. En dit is best wel een grote. Ik pak nu de kleinste. En die leg ik dus met dit rondje. Leg ik die tegen mijn designpapier aan. Vervolgens pak ik mijn vulpotlood. En dit is een speciaal vulpotlood. Want dit stukje is net iets langer. En die steek je dus in het gaatje van dat rondje. Dan leg je me tegenaan. En dan laat je gewoon dat rondje laat je erbij langs rollen. Nu heb ik hem hier behoorlijk ruw gemaakt. Dat hij er nu overheen schiet. Dat is niet heel handig. Even. Zo, kijk. En dan krijg je dus heel mooi dat randje rondom. En dat is direct je afstand waarlangs je dus kunt snijden. En hoe dikker je karton is, hoe makkelijker het erbij langs gaat. Ik heb hem hier al een beetje ruw gemaakt. Dus vervolgens gaat hij ook met die ruwte een beetje mee. Maar als je dan zometeen je liniaal pakt, dan heb je daar ook dat hij een beetje wiebelde doordat die inkeping er zat van het ruw maken. Is dan helemaal over. Kijk, en op die manier krijg je een perfect randje rondom. Je designpapier.
En door dat rondje, dat afstand, ja, dat afstandrondje, dan krijg je gewoon echt overal net zoveel ruimte daartussen. Nee, ik snij het ja, lineaal met de afstand kun je inderdaad ook doen. Maar dit is, dat vind ik voor rechte stukken inderdaad heel handig. Maar je hebt er ook van die polybezas met mooie figuurtjes bijvoorbeeld. En daar kun je dan heel gemakkelijk met zo'n tekenhulpje bij langs gaan. En daar vind ik echt het tekenhulpje ideaal voor. Vandaar dat ik het jullie vanavond deze mogelijkheid even wilde laten zien. Even de gummen bij langs. En ook deze ruw ik weer wat op. En vooral die vormen polybezas, die van die diertjes en zo, dat, ja, daar is het echt ideaal voor om met zo'n tekenhulpje te werken. Want met een lineaal met zo'n afstand, ja, zoals ik hier ook heb, kun je alleen maar rechte lijnen maken. Nou, ja, dat doe ik hier dus nu vanavond ook. Maar als je een cirkel hebt en daar wil je een mat randje omheen hebben, ja, dat lukt niet met zo'n lineaal. Nou, nu wil ik hem ook nog een keer op wit hebben. Dan gebruik ik, dat is de basis eigenlijk, dat is de stevigheid van de kaas. En daar gebruik ik de 300 grams witte kraft van Joy bij. En dat is de 8089-0234. En ook die doe ik op dezelfde manier. Die plak ik er gewoon weer op. En dan ga ik nog een keer met dat tekenhulpje erbij langs. Mijn lijm, dat is Tacky Glue van Joycrafts. En dat heb ik altijd in dat kleine flesje zitten. Joycrafts heeft meerdere lijmsoorten. En deze vind ik echt heel fijn om een designpapier te plakken. Voor het plakken van bloemen gebruik ik altijd deze, de Paper Blossom lijm. Die is net even wat dikker en droogt beide drogen transparant op. Maar die gebruik ik vaak voor het opplakken van mijn bloemen. Ja, Willy-Annie, dat is ook in sneeuwwit kleur, klopt. Het is echt ja, een beetje off-white is dit. Het heeft echt net naast het wit gelegen. Maar het is niet, je hebt ook wel eens, dan is het zo geel. Dat is dit niet. Het is net, ja, off-white. Echt super, we hebben het in A4 formaat en we hebben het in 30,5, 30,5. Nou, in 15×30 en geloof ook nog in A5 formaat. Dus we hebben het echt in verschillende maten. En dat is echt ideaal. Even kijken, hier doe ik ook weer dat smalle randje omheen. Zo teken je gemakkelijk eromheen. Ook deze heb ik al even bewerkt met de paper distresser. Dus dan krijg je al een beetje een wiebelig randje. Maar dat maakt niet uit. Want zometeen snij ik hem toch recht. Nou, je kunt wel zien dat het papier nu even wat dikker is. Dan heeft hij net even iets meer houvast. Nou, dit is echt een perfect hulpje voor ronde plaatjes. En ja, ronde vormen. Maar ook hier bij rechte lijnen kun je dit goed gebruiken. Nou, dit kraftkaartstok, dat hebben we in wit, bruin en in zwart. Mooi stevig, 300 grams. Ik zit er net een beetje scheef voor. Vandaar dat ik een beetje scheef snij. Normaal werk ik wat dichter naar me toe.
om te zien waar het lijntje loopt. Nou, deze liniaal, daar zit een ijzeren snijrandje op, zodat je nooit in je liniaal snijdt. Zo. Even met gummetje erlangs. En ook hier ga ik dus weer erlangs met de peperdistressen. Maak er echt even een ruw randje van. Die rondjes, dat is de tekenhulp, Fanny. Dat zijn deze. En dat, ik heb hier de verpakking nog liggen. Dat zijn de tekenhulpjes. En dat is de 6200-0024. Zoals ik net vertelde al, dat is echt ideaal voor ronde vormen, om daar een randje langs te tekenen. Ik laat het nu even zien bij een recht randje. Daar gebruik ik ook vaak deze liniaal voor met zo'n ijzeren rand, met die afstandstukjes. Maar om jullie even de handigheid van deze tool te laten zien, gebruik ik het vanavond even op deze manier. Ja, die rondjes die horen bij dit potlood. Dit potlood heeft ook wat een langer stukje ijzer, waardoor die echt in dit gaatje past. En je potloodpunt net voorbij dit rondje komt. Zo, even deze dingetjes aan de kant. Zoals ik net al zei, ik had al even wat dingetjes voorgestanst en gesneden. Zoals ik net al zei, dat hele mooie gespiegelde embossing, spiegelkarton embossing, dat kun je dus ook echt heel goed stansen. Ik heb hier de zilver variant heb ik uitgestanst met deze nieuwe mal. En hij stans net zo goed uit het zilverkarton als hij ook uit het witte kraftkarton deed. Dan krijg je, dit is dezelfde. En dan krijg je gewoon echt een hele leuke cirkels van. Dus, en ook uit andere kleurtjes zou je mooi kunnen doen. Ik vond hier het zilver heel mooi bij passen. Ik had al even een aantal dessinpapiertjes gesneden. Deze is 7 bij 12,5. En die label is 16 bij 8. Dan hebben jullie even een idee welke afmetingen papier ik gebruik. Ook hier ga ik dus weer even langs. Die wil ik er zo op hebben. Ik plak het nog niet vast, ik leg het alleen nog maar even neer. Deze er even onderweg. Volgens mij hoef ik eerst niet te snijden. Vervolgens heb ik een strook van 12,5 bij 5 van het ribbelkarton van Joycrafts gepakt. Dat hebben we ook in verschillende maten, in A5 en A4 formaat. Ik geloof ook in 30,5 formaat. En we hebben verschillende diktes, groottes qua ribbel. Twee verschillende maten ribbeltjes. Dit is het fijne. Maar er is ook nog ribbelkarton van Joycraft wat net wat een diepere ribbel heeft. Ik gebruik zelf heel vaak deze. Voor kleine projecten en voor grote projecten vind ik de grote wel heel erg mooi. Vervolgens heb ik een stukje designpapier van 4 bij 12,3 genomen. En dit is dus allemaal weer het designpapier wat ik jullie net al liet zien. Deze, de Starry Night. Dat is 6011-0674. Dit is dus het designpapier wat ik vanavond gebruik.
En dat is ook nieuw in de collectie. Ook hier ga ik weer even langs. Je zou het natuurlijk ook kunnen inkten. Dat geeft ook altijd wel een mooi effect. Maar hierbij vind ik het wel mooi dat het witte randje iets naar voren komt. Vooral ook op dit stukje papier op het donkere. Vind ik het wel mooi dat er dan zo'n wit randje langs komt. Nou, die komt er zo op. Ik leg het eerst alleen even neer. Dan heb ik met de grote cirkel van de Noor Angel, deze. Daar heb ik dus ook nog een keer uit designpapier gestanst. En dan blijft dus deze, blijft dan over. En die past dan weer heel mooi onder deze. En zo kun je wat spelen met die cirkels die dan, ja, in principe zijn dat de negatieven, zijn dat de overblijfselen, maar die kun je weer heel leuk weer teruggebruiken. Zo. En dan ga ik deze dus opplakken. Even kijken. Een stukje glue sheet, lijmvel. En dat zijn lijmvellen, daar zitten gewoon echt hele kleine microscopische dotjes lijm op. Dus hebben we een A4 en A5 formaat. Ik heb er gewoon een stukje afgeknipt, dat doe ik heel vaak. Zodat ik even kleine stukjes kan gebruiken. En je gebruikt dus alleen maar die plekken waar je dus je stansje op legt. En de rest blijft de lijm gewoon zitten. Nou, zitten de lijmdotjes zitten dus nu achter op mijn stansje. Je kunt dat wel zien. Plak direct. En daarmee even goed in het midden positioneren. Plak je heel gemakkelijk, zonder vieze vingers, plak je dus je stansjes op je papier. En dat zijn dus de glue sheets. En als ik het goed heb, is dat de 6500-0034 als artikelnummer. Hier had ik net gezegd, heb ik een gaatje getekend. En daar gebruik ik dus deze gaatjes maken van Joycrafts voor. Ik heb hier nog een klein, daar zit nog wat restantjes in van mijn vorige keerstansen. Dat valt er dus heel gemakkelijk, vallen die dingetjes er dus uit zoals je kunt zien. Aan de achterkant zitten dus de reservedelen, of tenminste je hebt drie verschillende opzetstukjes. Een hele kleine, iets grotere en dan nog iets grotere. Nou, voor deze gebruik ik dus de grotere maat. Ik heb hem de laatste keer niet schoongemaakt, zoals je wel kunt zien. Maar dan ga ik mijn andere hulpje even bij halen. Stofzuigertje. En dan is het ook zo weer opgeruimd. Zo. Die heb ik eigenlijk altijd wel op het bureau staan. Voor zulke soort dingetjes. Nou, vervolgens pak je je gaatjes maken, zet het op het rondje en druk hem recht naar beneden en druk hem weer omhoog. Nu heeft hij dus de eerste laag heeft hij al gedaan, maar omdat hij door 3 dagen moet, doe je dat gewoon een paar keer vaker. En zo gaat hij dus ook door die 3 lagen heen. Ja, en de stofzuiger, dat is... De meeste van jullie kennen hem al wel, denk ik. Is echt ideaal. Werkt op batterijen. Op 2 AA batterijen. Batterijen gaan echt heel erg lang mee. Nou, hier zit aan en uit. En hier zit een dingetje, kun je op drukken. En die van mij is echt heel vol nu. Maar op die manier kun je dus hem ook weer heel gemakkelijk legen. Ik heb even een plaatje uitgestanst, wederom met dit stansje, deze Noor Angel. En het plaatje heb ik gewoon met dezezelfde mal gestanst, waarmee ik ook deze heb gestanst.
En dan valt gewoon heel leuk, valt jouw plaatje er weer uit, maar die past er dan weer perfect in. De plaatjes komen uit deze knipvellen set. Dat is de Season's Greetings. En dat zijn 12 vellen ook. En A4 formaat, 2x6 de size. En dan heb je dus hele mooie zomerse. Dus echt Season Greetings, dus de seizoenengroeten. Ja, je hebt lavendel voor de zomer, voorjaar. Je hebt hier voor de herfst heb je hele mooie plaatjes bij. En nog eentje voor de herfst. Dus kijk, eens zulke mooie kleuren ook. Echt super leuke plaatjes. Dan is er eentje voor kerst. Met mooie rood kleurtjes. Ja, echt kerstkleurtjes. En dan heb je nog twee vellen voor winter. Waaronder dus dit plaatje wat ik vanavond gebruik. Er zijn ook echt prachtige mooie winterse plaatjes erbij. Dus dat is de Season Greetings. En dat is de 6013-0340. Dat plaatje gebruik ik hierbij. Nou, die wil ik zo. Nu heb ik deze. En ik zal even die andere vak bijpakken die ik ook had uitgestanst. En deze, die afgescheurde, die wil ik hier achter hebben. En gewoon een stukje hierachter vandaan laten komen. Dus ik ga dit eerst even opplakken. Nee, kun je er ook niet zonder Yvonne? Ik ook niet hoor. Het is echt ideaal, die stofzuiger. Ik mors regelmatig, nou ja, zoals je wel ziet, zulke kleine dingetjes. En dan zit direct ook met gum en zulke dingen. Dan zit gewoon echt direct je hele bureau eronder. Nou ja, dan even met de stofzuiger en het is weer klaar. Even de lijmfles erbij. Die is iets vloeibaar geworden omdat het hier zo warm is. Want hij staat bijna boven de kachel, zag ik net. Dat is geen handige plek om lijm te bewaren. En zo. En nu doe ik ook hier gewoon wat lijm op. En zo. En die plak ik dan onder. Een stukje eronder vandaan. Ik had dat beter met een glue sheet kunnen doen, want nu zitten mijn handen dus onder de lijm. Dus dat is niet heel handig. Dus ik had het beter even met een lijmvelletje kunnen doen, want zoals je ziet komt nu de lijm aan deze kanten langs. Dus dat is niet heel erg handig van mij. Nou, die puntjes die knip ik eraf. Zo. En ook, doe ik deze wel even handiger. Anders zit ik er weer onder, denk ik. En zo. Ik zie even met de glue sheets. Zo. En ik hou ook hier, plak ik weer een randje zo onder. Zie je het verschil? Zo net had ik de handen onder de lijm zitten. Dat is nog droog en dat is nog nat. En dit is gewoon direct droog met de glue sheets. Ook hier knip ik even een stukje af. Zo. Die reststukjes eraf. Zo. Nou, dan komt hij er zo op. En dan wil ik deze hier tussen doen. Die mag wel even iets ruwer. Dus die ga ik nog een keer even bij langs. En als je hoe vaker je bij langs en hoe harder je drukt, hoe ruwer die wordt. Deze plak ik daar even achter. Heel klein beetje lijm. Zo.
En die past mooi in dit rondje. Nou, het begint al heel leuk op te lijken. Nu zit er bij die grote mal, bij deze Noor Angel, zit ook zo'n zigzag standje. Nou, die heb ik hier uitgestanst, gewoon uit wit. En die wil ik hierom hebben. Van tevoren al even nagedacht hoe ik hem een beetje op wilde bouwen. Dus ik ga gewoon een puntje laat ik hier aan de voorkant en de rest schuif ik gewoon achter. En dan wil ik hier graag een label in hebben. En ik zal jullie ook even laten zien hoe ik deze label gemaakt heb. Ik zal de stans er even bij pakken. En die heb ik namelijk met deze nieuwe Noor Viola gemaakt. Deze mal, de Viola, daar heb je dus de grote buitenste. En het soort kaartmodel. En dan heb je nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleinere malletjes. Een soort nesting die heb je daar in het midden. Maar die kun je ook heel erg leuk. Ik heb dan deze maat gebruikt. Die kun je dus ook inkorten. Want ik heb van dit malletje heb ik dus deze gemaakt. En hoe heb ik dat gedaan? Ik heb dus die mal weer teruggelegd. Of het standje weer teruggelegd in de mal. En vervolgens heb ik hem in de stansapparaat gelegd. En net zo ver laten draaien dat hij alleen dit randje snijdt. Gewoon alleen dit hoekje. En dan kun je dus zelf je eigen lengte bepalen van deze stansjes. En daarmee heb ik dus dit labeltje gemaakt. Ook mijn andere kaart. Een herfstkaart heb ik op dezelfde manier ook zo een labeltje gemaakt. En ook die, dat was volgens mij deze. Kijk, ook die heb ik ingekort. En je ziet het niet, omdat je net alleen dit stukje stanst. Dan moet je hem niet helemaal doordraaien dat hij hem overnieuw stanst. Want dan kan het zijn dat die stiksteekjes over elkaar heen gaan en dat dan net verkeerd erin valt. Dus alleen dit stukje stansen. De Viola, hoe groot is die? Ik zal hem even opmeten. Dat is ook een hele leuke mal hoor. Eens even kijken. Dat is de... Hij is 14, iets meer dan 14 centimeter breed. 14, zoveel. En hij is iets meer dan 10 centimeter breed. Dat is echt heel mooi als een... Als een kaartmodel ook. Ik had er ook al een hele leuke herfstkaart mee gemaakt. En dat ik, net zoals ik hier heb gedaan, allemaal nuvodropjes in die stipjes gedaan. Rondom. Nou, die heb ik hier zo niet bij de hand, de kaart. Anders had ik hem wel even kunnen laten zien. Maar die staat ook wel al in de groep op Facebook. Nou, op die manier heb ik dus deze, label gemaakt. En daar wil ik op gaan stempelen met de Silent Night Clear Stamps. Eventjes mijn lijmdoosje pakken. Die had ik nog niet klaargelegd. Ik pak dan even een stempelhulp. Vind ik altijd wel makkelijk. Zo. En nu wil ik fijne feestdagen erop doen. Het zijn echt leuke stempeltjes. Witte vlokken dansen, flikkerend kaarslicht, warme kruidige wijn. Hoe goed kan kerstmis zijn? Maak het magisch, maak er een fabelachtig, wonderachtig en prachtig jaar van. Echt hele leuke stempeltjes. Maar ik wil hem nu gewoon heel simpel houden. Fijne feestdagen. Inkten. Nou, zijn één keer goed. Tenminste, druk hem nog een keer aan. En dan is hij gewoon scherp en duidelijk.
stempel weer even aan de kant. En ook hier maak ik even met de gaatjesmaker een gaatje in. Deze is 5 centimeter, dus ik zet even een stipje op 2,5. Zodat hij wel in de midden komt. Dit mag wel even een kleiner gaatje zijn als zo net. Dus dan draai je heel gemakkelijk deze tool er weer af. Zet je maatje kleiner erin. En je draait hem weer vast. Zet hem maar loodrecht op. Dus gewoon echt zo loodrecht erop. Denk erom dat je wel even een snijmatje eronder doet. En één keer drukken en hij is direct door. Dan ga je een touwtje er doorheen. Zo. Gewoon een jute touwtje. Hoeft niet zo heel erg lang. En dan kan die daar mooi achter. Die wil ik dan zo meteen achter het plaatje hebben. Nou, ik denk dat dit zo op deze manier wel vast kan. Dus dat ga ik allemaal vastplakken. En dan ga ik nog aan de slag met een mooie kerstbloem nog erop te doen. En dan wil ik er nog een kerstboom op doen. Zo. Deze die kan ik alvast wel even met het loose sheet wat lijm op doen. Nou, ik doe hem er dus op deze manier omheen. Dus dan moet ik hier aan de voorkant moet ik dan wat lijmdotjes doen. Zo. Nou, dan. Oh, plak direct al vast aan de achterkant. Doe ik hem er zo achter. En hij zit direct vastgeplakt. Ik vind het wel leuk dat dit nog even een beetje speels nog wat omhoog staat. Ja, dan komt die erachter. Even met het lijmflesje weer. Die gebruik ik echt overal voor. Je hoeft echt niet heel veel lijm te gebruiken. En met zo'n ultra fine tip lijmflesje. Ja, doseer het gewoon heel gemakkelijk. Dat is die. Vervolgens doe ik deze erop. Wat je ook kunt gebruiken, dat is deze rode tape, tacky tape. En dan zit het ook gewoon direct vast. Heb je ook niet heel veel van nodig. Gewoon twee keer een klein stukje. Maar kan natuurlijk ook gewoon met lijm dit. Met tacky tape gebruik ik echt vaak met dingen, met boekjes bijvoorbeeld. Als het vaak open en dicht moet. Gewoon echt veel beweging in moet zitten. Met een kaart die veel open en dicht gaat. Of met van die mini albums. En dan heeft dat gewoon echt eventjes wat extra plakkracht nodig. Dus het lastige is vaak wel om die schutvelletjes eraf te krijgen. En daar hebben we van de gewone tissue tape hele handige oplossingen voor. En dat zijn deze, de tissue tape rondjes. En dat zijn dus dubbelzijdige rondjes met een klein lipje eraan. Waarmee je heel gemakkelijk je schutvelletje eraf trekt. Dus dat zijn de tissue tape rondjes. Ze zijn ook echt ideaal. Dankjewel Arna, dat je me mooi vindt. Het is ook zulk mooi papier. En dan combineren met die mooie plaatjes. Deze, die wil ik iets omhoog hebben. Dus daar doe ik even een paar
dubbelzijdig foamtapejes onder. Maar die moet ik niet te ver plakken, want ik moet er wel even in rekening mee houden dat mijn label er zometeen zo onder komt. Dus dan moet ik wel rekening mee houden waar ik die tapejes doe. Ondertussen even te lezen. Hanny Loy die zegt: de ronde mouw is ook mooi om te gebruiken bij condoleancekaarten. Daar heb ik er 5 van gemaakt. Blij dat er nu veel plaatjes in zijn in wat vrolijke kleuren. Ja, er zijn echt heel veel. Kijk maar eens op www.joycraft.nl en knipvellen. Er zijn gewoon echt hele leuke series met knipvellen plaatjes. Nou ja, voor deze, dat zijn de seasons dan, maar er zijn ook hele leuke met dieren erop. Dus kijk maar eens op de website van Joycrafts. Daar kun je gewoon echt te kust en te keur qua plaatjes. Ja, klopt die van de battles. Mooi papier, mooi plaatje, maar ook mooie mouwen. Het klopt, het zijn echt super, een leuke combi. Het is gewoon echt een leuke combi om iets moois mee te maken. Nou, die doe ik er zo op. Komt hij net iets meer omhoog te staan. Vind ik altijd wel een mooi effect hebben. Nou, die had ik ruimte voor gelaten. Dus die past er weer onder. Dan, even kijken. Mijn winterstandje. Ook winter heb ik dus weer uit dat geëmboste karton. Wat ik net, dat spiegelkarton. Deze. De 8011020. Waar ik dus ook... deze mooie doily mee heb uitgestanst. Heb ik ook winter uitgestanst. En zoals ik al zei, dan krijg je gewoon een schaduwlijntje zo onder. En zo kun je hem er dan weer op plakken. En als ik hem er zo op zou plakken, zou hij wat wegvallen. Want dan valt hij wat weg ten opzichte van de kaart. Plak ik hem er zo op. Dan is hij gewoon echt goed in zicht. Nou, wat je ook kunt doen, is gewoon hier en daar een klein beetje lijm op doen. Met deze mini flesjes. En ook hier had ik dus de glue sheets mee kunnen gebruiken. Dat doe ik ook heel vaak. Ik wissel dat wel eens af. Nu kan ik nog even een klein beetje schuiven. Zo. En voilà, daar hebben we winter. Deze zit nog niet helemaal goed vast. Klein beetje lijm onder. Niet te veel, want anders dan komt het eronder vandaan. Even kijken. Ja, die ondergrond, dat zit bij de stans. Ik zal de stans er nog even bij pakken. Ik had hem hier ook al uit goud glitterkarton gedaan. Kijk, dit is die ondergrond. Die stans je gewoon uit het kleurtje wat je leuk vindt. Gewoon je achtergrondkleurtje. En vervolgens heb je hier winter en de tekst. En die stans je uit, nou, heb ik hier dan uit het geëmboste spiegelkarton gedaan. En hier uit het glitterkarton. En je zou eventueel ook, als je bijvoorbeeld een stansje hebt waar je dus zo'n randje omheen wilt hebben. En je hebt daar niet zo'n, zoals hier een malletje voor. Dan kun je dus ook weer met het tekenhulpje, kun je dus rondom je malletje, je malletje gaan. En dan kun je daar ook op die manier een randje omheen tekenen. Deze wil ik hier hebben. Ook daar doe ik wat foamtapejes op.
Deze foam tapejes zijn 2 mm dik. Dan komt hij echt wel wat naar voren. Ze zijn ook van Joycrafts. Dan nog eentje. Nou, met de double end pick tool haal je dus gemakkelijk deze schutvelletjes eraf. Ik prik als het ware een klein beetje in de foam en trek het op die manier er zo af. Nu heb ik hier nog een leuke kerstbal. Vind ik ook wel grappig erbij. Dan zit er toch nog een beetje kleur zo in. Vind ik wel mooi erbij zo. En deze kerstbal, dat is deze. Dat is de 6002-1530 en dat is de sneeuwvlakboom. Dus dat zijn eigenlijk allemaal aaneengeschakelde sneeuwvlakken. En die heb ik dus in wat verschillende kleurtjes gekleurd. Dus groen en nog een aantal sneeuwvlakjes in het zilver en nog wat in goud. En dan zitten dan weer kleine balletjes, zitten er, kerstballen bij en een ster bij. Ja, vind ik wel leuk om dat hier te doen. Als jullie de uitleg, als jullie later zijn binnengekomen, de live komt ook nog op... op YouTube. Natuurlijk blijft hij in de groep een poosje staan. Maar uiteindelijk zakt dat dan weer naar beneden. Ook op YouTube van Joycrafts kunnen jullie de lives weer terugvinden. Die komt daarop. En dan de winter. Zo. Nou, dan vind ik hem hier nog wat kaal. En nu wil ik daar nog even de sneeuw, of de sneeuwbloem, de kerstbloem, deze, de 6002-1516, dit stansje, die wil ik daar nog op gaan doen. Ik bewerk hem gewoon heel vaak met wat kleurtjes, dat ik hem uit kleurtjes stans of dat ik hem met distress ink, zoals hier bijvoorbeeld, op kleur breng. Dat zou ook kunnen, maar hier wil ik hem gewoon in het wit doen. Dat vind ik wel mooi. Hier zit de kleur al wat in. Deze zou kunnen. Maar ik vind het ook wel mooi om hem in wit te doen. Ik ga hem even in vorm brengen. Want zoals je kunt zien, ziet deze er veel mooier uit dan wanneer ik hem er zo vlak op zou doen. En dat doe ik dan met de flower shaping mat. En dan draai ik hem om. Ik zal direct die andere beide bloemen er ook even bij pakken. Ondertussen zal ik even mijn telefoon van wat stroom voorzien, want ik wil niet dat de live uitvalt. Even kijken of dat zo lukt. Zo, als het goed is, laat hij nu weer op. Dan pak ik even een paar verschillende maten embossing tools. En dan leg ik ze dus met de goede kant naar beneden op het flower shaping matje. En vervolgens trek ik die puntjes wat naar binnen. Dus ik werk van buiten naar binnen. En dit flower shaping matje is gewoon echt heel zacht. Heel zacht foam is dit. Waardoor je bloemen echt heel eenvoudig vormen. Draai hem om. En even hier in de midden. Ja, ik vond wit ook mooier. Daarom, ik had eerst al even, toen ik een beetje aan het bedenken was van wat ik wilde, had ik al even wat kleurtjes bij elkaar gelegd. En toen dacht ik al van nee, ik doe hem toch in het wit, vind ik mooier. Er zit ook veel kleur al in die kerstboom. Met het groen en het goud en het kleine beetje rood dan. Dus dan, anders wordt het ook te druk. Nou, op deze manier vorm ik dus de bloemen.
En ik had ook nog uit spiegelkarton nog zo'n heel klein hartje gestanst. En die duw ik even op deze manier. Misschien wel leuk om die kleine puntjes nog even een klein beetje om te vouwen. Zo. Nou, de bloemen die plak ik dus eigenlijk altijd in elkaar met de Paper Blossom Lime. En dat is de 6100495. Iets dikkere lijm als de Tacky Glue. Zo. En deze. En dan het kleine stukje er nog in. Kleine hartje. Dan komt toch het zilverkleur, komt het weer terug. En ook deze is weer heel goed gestanst uit dat zilveren spiegelkarton. Ja, vind ik wel heel erg leuk. Dan heb ik hier nog een paar blaadjes. Die heb ik gestanst. Ik zal de stansen nog even bijpakken. Uit deze malle set. De kersttwijgen en mistletoe. Nou, dit is dit setje. En daar heb ik dus nu deze en die voor gebruikt. En dat is de 6002-1531. En die ga ik ook weer even met hetzelfde flower shaping matje. Ga ik hem in model brengen. Ook weer met de goede kant naar beneden. En zo duw ik eigenlijk op al die blaadjes. En zoals je wel kunt zien, komt hij gewoon echt, gaat hij helemaal in elkaar bijna. Gaat hij gewoon echt oprollen. Maar dat maakt niet uit, want dan draai ik hem om en dan pak ik gewoon even een paar plekjes waar ik hem nog even duw. Ik heb deze gewoon uit groen kaartstok gestanst, onbewerkt. Ik beïnkt ze ook heel vaak, maar ik vind het zo hier deze keer ook wel leuk onder. En dan op deze manier nog even een paar leuke takjes erbij onder. Zo. Nou, dat geeft wel een heel mooi effect. Dus dat ga ik gewoon direct vastlijnen. Ik lees nu, komen alle producten die ik heb gebruikt nog op de site staan. Ben nu alle nummers alweer kwijt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik maak morgen even een foto van deze label en zet er ook even een productlijstje bij. Dat is inderdaad wel zo handig dat jullie even weten van wat ik vanavond gebruikt heb. Dat ga ik er even bij zetten. Komt goed. En ik lees nog een vraag van Willy Annie. De basis van de kaart, dat is een kant-en-klare label van Joycrafts. En dat is deze. Dat is de 8089-0105. En die heb ik overgetrokken. Als u het begin van deze live nog ziet, dan leg ik het uit hoe ik deze heb gedaan. Die nog even vast. Nou, ik geloof dat... Dat ik hem zo mooi vind. Hier moet nog even een tapeje zo meteen onder. Zie ik wel. Want anders dan zakt mijn label net iets te ver weg. Maar dan kun je met zo'n double end pick tool. Kun je daar nog heel gemakkelijk bij tussen. Zo. En wat even dat gaatje wordt wat... Die opening wordt even iets nauwer, zodat de label niet wegzakt.
Dit is het geworden voor vanavond. Echt een hele leuke set nieuwe stansen zijn eruit gekomen. Een mooie set papier. En ja, dan krijg je zo'n leuk eindresultaat. Ik wil jullie weer bedanken dat jullie weer zo massaal meegekeken hebben. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik wil nog wel even een tipje geven. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben op Facebook. Er loopt in op het Joycrafts blog loopt momenteel nog een blog op. Met de nieuwe of de collectie 11. Met de nieuwe collectie 11. En ja, ik zou zeggen, neem eens een kijkje op het blog. En als je op Google zoekt Joycrafts blog, dan kom je direct naar het blog toe. Neem eens een kijkje en ik zou zeggen, laat een reactie achter. En wie weet win je dan een leuke prijs uit de nieuwe collectie. Dus dat is op het blog bij de bloghop. Dan sluit ik af en dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. Bedankt voor al jullie aanwezigheid en graag tot de volgende keer.